En dan weer terug bij de commissie lokale media. Eerst maar even een vuiltje wegwerken, namelijk de subsidies voor de elektronische gemeenschapsdiensten. Dat is al jaren een rommeltje. De wethouder gooit er een paar miljoen tegenaan in een paar jaar tijd, maar het wordt niet op een juiste manier besteed. Voorstellen bijvoorbeeld de gemeenteraad via het internet op de Amsterdamse kabel, het internetkabel, te brengen. Er zijn afgestemd, allerlei andere plannen worden doorgedrukt en hebben niets met de kabel te maken. Dat weet de wethouder, er zijn al eerder vragen over gesteld. En nu komt er forse kritiek op haar beleid van onder andere mevrouw Spier. Maar het komt mij toch een beetje willekeurig hier en daar over. En dat vind ik jammer. Het volgende puntje van kritiek is dat bij een aantal dingen ik graag zou willen dat andere beleidsterreinen waar wij een speerpunt van maken, dat die dan ook gehonoreerd zouden worden. Voorzitter, ik vind het geheel nogal stroperig. Ik moet zeggen, ik herinner me goed de discussie die we een aantal maanden geleden hebben gehad. Daarin is toch door deze commissie flink ingezet op besluiten, maar ook op het hele fonds en waar het voor bedoeld was dat er naar gekeken moest worden. Ik las het allemaal en denk, ja, het is een beetje van, spreekwoord van, we kijken ernaar, ik weet niet hoe dat. Ik stond erbij en keek naar, of, ik had iets van, die discussie gaf volgens mij heel duidelijk aan dat de commissie toch iets verder wilde kijken, iets, ja, die zou dat men netjes iets creatiever wilde zijn en ook duidelijk vroeg om daar aandacht aan te besteden. En dit allemaal lezend, bij de mensen zit dat er zelfs gezinnen bij waren die zo groot waren met geen enkele media kan dat, kan dat volgen, dat bestaat een honderd woorden, maar goed, dat is een andere zaak. Het ministerverhaal daarin, dat was de vorige keer toch een beetje een soort aanleiding om daar flink over dit punt te discussiëren. En ik lees dat nu en ik denk allemaal, nou, wat is er nou mee gedaan? Er schiet er dus verder niks mee op. De heer, de ministerie zou ook niet meer verder hebben willen gaan, dus daar ligt het aan. Ik heb het gevoel dat we de vorige keer een beetje voor de nop hebben zitten praten hier. En ik wil die discussie niet nog eens een keertje overdoen. Maar ik heb wel het gevoel dat er heel weinig gedaan is met wat hier in de vorige keer aan de commissie is gekomen. En dan denk ik dat ik dan toch nog eens eventjes een reactie op. Want dat stelde, wat dat dus de duur, onze opmerkingen zijn toen geweest van allemaal leuk en aardig hadden we voorgesteld, maar is dat fonds daar nou voor bedoeld, voor al deze punten? En we krijgen net zulke aan de VNU weer terug als de vorige keer. Nou, ik weet niet hoe dat mede commissieleden erover denken, maar ik heb niet het gevoel dat er veel is gedaan met die opmerkingen in de vorige. Dank u wel. De wethouder. Oh, sorry. Ja, ik zal ook wel even kort houden, ik ben absoluut eens met de heer Remmers. Ik zit met precies met hetzelfde als mijn gevoel. En we hebben breed ook toen over juist toegankelijkheid van dit soort voorzieningen voor zwakke groepen omgehaald. En ik zie die criteria weer terugkomen van nou, dat kan niet altijd nou voldaan worden. Ik zie inderdaad een aantal dingen ook over samenwerking van clubs die dan waardevolle ideeën hebben. Ik denk van nou, samenwerking kun je organiseren. Dat moet te organiseren zijn, dus dan denk ik van nou, geef inderdaad dit soort ideeën ook een kans. Dus ik zit precies met hetzelfde soort probleem als volgens mij. Ik heb één puntje waarvan ik denk dat die criteria, daar zit steeds in dat interactieve, dat blijkt gewoon het allerbelangrijkste criterium te zijn. En daar zou ik het wel met de commissie over willen hebben. Of dat nou een criterium is dat zo belangrijk is. Of misschien is het dat ook, omdat dat nieuw is. Maar daar ben ik zelf gewoon nog niet helemaal uit. Of dat nou zo belangrijk is dat het heen en terug moet gaan. Omdat het is natuurlijk altijd weer zelf als een commissie zegt dat je er niet genoeg aan gedaan hebt. Dan zou ik maar eens proberen de discussie voor zover ik me herinner gewoon even neer te leggen. Bij het vorige fonds gemeenschapsdiensten is aan de orde gekomen, en ik heb u dat al verteld, ik ben in het college over geweest en gedacht, dat er eigenlijk veel meer via de kabel zou moeten gebeuren. Dus diensten voor de gemeenschap via de kabel. Dan moet dat wel kunnen. Ik bedoel, dat moet ook via die kabel technisch kunnen.
Nou, we hebben daar uitgebreid naar gekeken. En er wordt absoluut verwacht dat dat zo is. En er is dan ook door u wel gezegd, nou, van goh, moeten er niet al te veel internetachtige projecten blijven. Nou is de fonds mevrouw Kalf wel in het leven geroepen, juist met publieksdiensten. Dus je moet iets in die interactiviteit hebben aan te bieden, want dat is wat we ermee wilden. Dat je er dan ook als inwoner van Amsterdam iets mee kunt. En ja, een mooiere publieksdienst, hoe beter. Plus dat er een voorwaarde was gesteld dat het echt een stimulering was. Dus dat het door degene die het aanvroeg ook eigen geld ingestopt moest worden. Of dat op het moment dat de processen liepen, dat je ermee door zou kunnen gaan. Ik heb ook tegen u gezegd dat toen we de vorige tranche behandelden hier. Toen was in feite de advertentie voor de volgende, die was alweer uit. En dat maakt dat we met betrekking daartoe niet zomaar ineens alles kunnen veranderen. Ik heb ook in mijn begeleidende brief gezegd, omdat ik met u van oordeel ben dat deze ontwikkelingen meer moeten worden aangemoedigd, zal ik voor de eerste tranche van 99 met voorstellen komen. Ik wil daar vrij ver in gaan. Ik wil dus ook, ik ben met Salto in overleg getreden om dat via erbij te betrekken in die interactieve gemeenschapsdiensten. En nou, op dit moment zijn de gesprekken zo dat we kunnen zien dat we eruit komen. Bovendien zit er nog een stimuleringsbudget in de glazen stad. Nou, om die dan allemaal bij elkaar te nemen en dan ook weer met die criteria aan te passen. Maar het was al gecommuniceerd en je wordt beticht van onbehoorlijk bestuur. Want je moet dat ook weer zoveel maanden van tevoren doen als je dat verandert. Maar ik ben met u eens, het is natuurlijk niks leuker dan dat je zegt, we willen dat anders. Dat dat dan gelijk de volgende keer ook zo zou kunnen zijn. Maar je moet dan ook hier, net als bij het flexibele budget, zit je even in deze overgangsperiode. Nou, en of dat nou vooral altijd moet worden toegeschreven aan speerpunten van beleid, dan ben ik het wel heel erg met mevrouw Sweet eens dat je ook vooral moet proberen die mensen die nog niet met deze media werken, om die erbij te betrekken. Maar of dat dan moet zijn de stad Schouwburg, die toch alweer op andere manieren ook subsidie krijgt, daar wil ik dat weet ik dan op zo'n moment niet, want dan zou je misschien wel die grote televisie. En u heeft daar vooral gelijk. Er zijn mensen die moet je auditief benaderen. Ja, wat zullen we daarvan zeggen, beste wethouder? U had het over onbehoorlijk bestuur. Dat lijkt ons ook. Iemand zette iets voor de raam en zei sprookjes. Dat lijkt het ons ook. Deze aanpak, sorry zeggen, jammer van de miljoenen die besteed zijn, is dat niet de hedendaagse Amsterdamse bestuursmethodiek? Het sorry management. Wij vinden het beneden peil. Het volgende onderwerp is nog smeuiger. De CNN-zaak. Ik mocht inspreken. Daarbij kwam ik op het mediadebat. Dat is namelijk eenzelfde onzinnige schimmenspel. CNN wordt gebruikt. Iedereen weet dat de burger 8 miljoen, 6 miljoen per jaar gaat kosten. De burger. Dit wordt gebruikt om tegenover elkaar te stellen de positie van de wethouder die het mediadebat, wat eigenlijk al vorige zomer plaats had moeten vinden, steeds maar weer uit te stellen. En te zeggen, daar staat AT1000, daar moeten we niet mee onderhandelen. Nee, want dan wordt er de suggestie gewerkt dat het mediadebat een kwestie is waarbij de gemeente en A2000 tegenover elkaar staan. En dat is helemaal niet het geval. De belangen van beide partijen zijn om uit te vinden wat de burger nou wil. En of je daar van de burger nou klant invult, maakt niet zo vreselijk veel uit. Maar beide partijen hebben datzelfde idee. Het mediadebat, naar mijn visie, zou ook A2000 bij betrokken willen worden. En ik denk dat A2000 daar zelf nog wel actief in wil bijdragen door bijvoorbeeld in haar zendtijd en al dat soort dingen iets aan te doen. Waarom gaan niet een aantal mensen van deze commissie nou eindelijk eens met A2000 praten? Niet via de wethouder, maar gewoon van hallo jongens, wat willen jullie, wat willen wij en wat is er aan de hand? Nu is er weer een excuus gevonden. De wethouder, en dan staat er nog zo'n sprookje. Ja? Een sprookje dat we het mediadebat niet voor 1 december, niet voor 1 januari, het wordt nu maart, het wordt oktober. En dan zit hij volgend jaar tegen de zomer met dezelfde problematiek. Het is nog steeds niet opgelost. En dit soort sprookjes over CNN, met stukken waar ze op staat, het kabinet, en die dan toch in de krant staan,
is een schande voor deze gemeente, is een schande voor de mensen die dat wel of niet laten uitlekken. En het is bovendien ook heel slecht in de krant gekomen. U heeft hier een schandalige zaak waarbij het ene schimmige argument wordt gebruikt om de andere schimmige zaak af te dekken. Ik denk dat de belangen eigenlijk dezelfde richting uitgaan. Dank u wel. Zijn er vragen aan u? Spreekt u nu als Amsterdamse burger of vanuit een bepaald belang? Mijn belang is, wat ik heel duidelijk zeg, dat ik leuk zou vinden als CNN gratis zou worden doorgegeven. Dat scheelt mij anderhalf een ton, dan kan ik veel meer leuke dingen doen. Dus het is, ik ga tegen mijn belang in. Als die deal er zou komen, ik denk dat het voor Amsterdam onzinnig zou zijn. Werkelijk waar, dat pinnen op CNN vanwege de burgemeester van welke politieke partij ook, is onzinnig. Het gaat om, in dat geval, gratis of voor een verminderd tarief doorgeven. En als je dan een discovery wil hebben, dan zal je zelf op 3 ton per persoon toe moeten geven. En gelijk monniken gelijk pakken, kun je echt heel moeilijk van onderuit. Als dat, omdat dat al jaren gehanteerd is en anders partijen terug gaan procederen. Dus 8 miljoen, 12 miljoen. En vertelt u dat nou maar eens aan de burger die daar staat en die CNN misschien niet eens kan begrijpen in de Turks of in de weet ik veel. Ja? Vertel nu maar eens aan de burger dat hij daar 1,25 de komende jaren per maand extra voor moet gaan betalen. Dank u wel, meneer Saar. Op dit moment wel een aanbod van 26 zenders. Maar we kunnen met elkaar wel concluderen dat de Amsterdammers daar absoluut ontevreden over zijn. Wij zijn in elk geval wel verheugd dat u conform uw raadsbesluit van 2 september vooral ook benadrukt de positie van de laagst betaalde. Daarnaast is onze fractie in elk geval ook wel blij met deze voordracht in de zin dat het eindelijk op de agenda staat. Omdat dit weer in elk geval een stap te zetten in de richting van ideevorming en mogelijke oplossingen. We hebben overigens wel een aantal vragen. We missen een goede begroting om goed te kunnen beoordelen of het gereserveerde budget voldoende of onvoldoende is. Wij vragen ons overigens ook af of met een praktische oplossing wordt bedoeld dat de 75 cent niet meer teruggevorderd wordt. En wij vroegen ons eveneens ook af van in hoeverre de uitspraak van het NMA bij de wacht betrokken wordt. Aanpassingen aan het contract mogen slechts betrekking hebben op het aanbod gerelateerd aan de tariefstelling wat ons betreft. En ik zou absoluut willen pleiten om de positie van de lokale media hierin echt onaangetast te laten blijven. Daarom tot slot nog het volgende. Wij hebben inderdaad gepraat met de pers, maar het zal wellicht een indruk kunnen ontstaan dat wij gaan voor een absolute hoge verhoging. Dat is absoluut niet terecht. Wij hebben ook tegen de pers gezegd dat wij daar aan duidelijke voorwaarden koppelen en dat blijkt dat ons bedrijf nog steeds staan. Dank u wel voor uw beknopte bijdrage, mevrouw Koster. Dank u wel. Ik moet zeggen, toen ik dat stuk kreeg, was ik hier verbaasd. Waarom verbaasd? Omdat we juist in september over dit onderwerp hebben gepraat en juist hebben vastgesteld van oké, we willen een mediadebat, maar het uitgangspunt is het huidige contract, de huidige overeenkomst wat we met AN2000 hebben. En tot mijn grote verbazing zie ik in de fasering zoals in het stuk gaat waarin het mediadebat ingegaan zou worden, wordt er eerst gepraat over het terugbrengen van onder meer CNN op de kabel, door met AN2000 te gaan praten, over een aanpassing van het contract, waarbij prijs en zenderaanbod kunnen worden aangepast. Dan denk ik van ja, we draaien de boel om. We gaan dus eerst onderhandelen en vervolgens gaan we met bijvoorbeeld om praten van wat wilt u nou? Dat is voor mij volstrekt onhelder waarom we dan het debat ingaan. U gaat al onderhandelen, u geeft al dingen al weg. Of u gaat al bepalen hoe een pakket eruit gaat zien. En daar is mijn fractie en ik zelf ook uitermate ontevreden over. Dat meen ik ook en daarom zeg ik dat ook zo. En er staat bijvoorbeeld ook in het stuk van er zijn dwingende prijsafspraken voor een 10-jarige periode. Het hele stuk spreekt, het geeft een sfeer van dringendheid richting AN2000. Het is een partij geweest die op basis van vrijwilligheid de Kamer heeft gevoerd. En volgens mij heeft niemand bij de burger gepakt en gezegd van dit moeten jullie nou,
dit moet jullie nou van ons overnemen. Wij, volgens mij zijn de zaken niet zo gegaan, dus ik maak ook bezwaar hoe het over de sfeer dat in dat stuk naar voren komt. Ten aanzien van de verschraling, wat nu zich heel erg op CNN baseert, nou, dat vind ik een hele ongelukkige gebeurtenis. Er zijn Amsterdammers die daar ontevreden over zijn, onder andere de burgemeester, journalisten zijn er ontevreden over. Ik vraag me af of de gemiddelde Amsterdammer daar ook ontevreden over is. Ik denk dat ook niet eens een discussie moet gaan over wel of geen CNN, want daar tegenover staat ook een kwalitatief goed andere zender. Ik denk van, volgens mij moet de discussie niet over behoud van bepaalde zenders gaan, maar het gaat om het totale pakket. Wat is er in het basispakket, en toegankelijkheid daarvan, en een prijs-kwaliteitsverhouding. En dat hebben wij op dit moment. Dat is er op dit moment, en we vinden het bezwaarlijk dat we op basis van een conflict in een situatie terechtkomen dat we wel over behoud van een paar zenders gaan hebben. En misschien zal het hele basispakket heel anders moeten zijn. Maar daar moet het dus juist het debat over gaan. Daar moeten de Amsterdammers over kunnen praten. En zoals in de fasering van dit stuk staat, haal ik het er niet uit. Ten aanzien van de budget wat gereserveerd gaat worden. Het wordt eerst met experts gevraagd. Dan denk ik van, ja, gaan de experts betalen om met de wethouders te gaan praten, om hun expertise in te zetten? Volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens mij moet er een betere onderbouwing zijn waar dan het budget aan besteed kan worden. En ik vind het ook ontzettend belangrijk de tijdsperiode waarin zo'n debat gaat plaatsvinden. Als wij een debat gaan organiseren tussen kerst en oud en nieuw, er zijn debatten die, of er zijn inspraakmomenten die wel zo georganiseerd worden. Daar moeten we dus absoluut niet zo van doen. Daar moet wel goed over nagedacht worden. En voor de eerste termijn moet het inderdaad. Dank u wel, mevrouw Alberts. Gek zou je zijn. Was het eerste wat gisteren in me opkwam. Parool, AT5, telefoontjes van Amsterdammers hadden me tot deze uitspraak gebracht. Maandag nog hadden we kunnen lezen dat nu de radiozenders aan de beurt zijn om na 2000 de CNN-behandeling te krijgen. Woordvoerder Simmons vond het niet erg dat hij geciteerd werd. Na de perikelen met de televisie kunnen we dit onze klanten niet aandoen, zei hij nog als heilig boontje. Alsof het A2000 er ook maar iets aan gelegen is iets anders te doen voor zijn abonnees dan ze als winstbron te zien. Iedereen weet dat het A2000 erom te doen is om het contract open te breken en met een pakket te komen van 15 tv en 39 radiozenders. En het liefst voor het landelijk gemiddelde tarief, maar met decode. Wat schetst mij verbazing, het college komt niet helemaal, maar toch bijna wel met dit plan als voorstel. Voor de vorm wordt het gezegd dat het mogelijk is en dat het nog niets definitiefs is. Wat mij betreft is het mediadebat nu al gevoerd. Weet je, Amsterdam kent de wet van het Waterloopplein. Niet ver hier vandaan overigens. Namelijk, wat je biedt, ben je kwijt. Chapeau. Maar waar het om gaat is dat tegen de kerst al die mensen thuis zitten, al die eenzaam aan de kalkoen en dan de televisie aanzetten en dan niet alleen CNN niet hebben, wat dan daar aan toe is shit, maar ook een heleboel andere programma's niet hebben. En dat is toch nog een stukje ernstiger en ik denk dat we ons dat even heel goed voor ogen moeten houden. We hebben er nooit meer iets van gehoord, dan heeft u daar gelijk in. En ik informeer u daar even mondeling over. De NMA heeft dat aangevraagd. Wij hadden in het raadsdebat besloten meneer Duits dat zelf ook te doen. Er is een uitspraak geweest. En wij hebben de APR verzocht in contact te treden. Dat zal met de Rijksoverheid moeten. Omdat er een criteria voor moet worden geformuleerd. Dat moeten wij niet doen. Omdat er geen sprake mag zijn van willekeur. Dat zegt de wet heel duidelijk. En ik zal mij tot de APR wenden om te vragen hoe ver dat staat. En ik zal zorgen dat u dan hetzij per brief, hetzij volgende keer mondeling over geïnformeerd wordt. Een aantal duidelijke randvoorwaarden. Namelijk de laagst betaalde, de monopoliepositie van de kabelaanbieder. En daar komt de verhouding rendement et cetera bij. En dat rendement zal in elk geval betekenen als je naar die rendementspositie kijkt. En ik denk dat ook duidelijk
dat dat nooit een gigantische verhoging zou kunnen zijn. Ja, ja, maar of we de beloftes van de wethouder kunnen geloven, we zouden ook CNN voor december terug hebben. Wij denken dat er aan te twijfelen valt. Lokale media. Gaat het debat alleen om CNN om de kabel? Of gaat het om wat de burgers met z'n allen graag op de televisie willen zien in de komende jaren? Mevrouw Ozetok, vanmorgen was er een discussie in een commissievergadering over het debat over de lokale media. Dat was aangekondigd. Dat werd een beetje op de lange baan geschoven, want er moet nu eerst weer met CNN onderhandeld worden. U had daar fundamentele bezwaren tegen. Kijk, je gaat niet een inspraak organiseren, een democratische inspraak voor de Amsterdamse burgers organiseren, terwijl je eerst gaat onderhandelen. Je gaat eerst kijken wat de mogelijkheden zijn met A2000. Dat vind ik een verkeerde basis om een debat in te gaan. Want we hebben gezegd, juist heeft de Raad gezegd, we willen nu rust. Laat die prijsverhoging nou maar tijdelijk. Het moet wel zo zijn dat A2000 ook bereid is om die rust te creëren. Dat hebben we gewild. Nou, tot op heden heeft A2000 niet aan kunnen tonen waarom die prijsverhoging nou zo noodzakelijk is. Uiteraard dat ze meer rendement willen, dat begrijpen wij wel. Maar het gaat ons om het behoud van een goed basispakket, gevarieerd basispakket. En mocht het zo zijn dat Amsterdammers wat anders willen, dan vinden we dat als eerste gesproken moet worden en niet eerst een onderhandelingssituatie gaan starten met A2000. Dit jaar mei is er gesproken, op 24 juni is er gesproken over dat mediadebat wat georganiseerd zou moeten worden. Op 2 september is er een raadsuitspraak. Het blijkt nu dat het misschien ergens in maart volgend jaar afgelopen is. Dat is op de lange baan geschoven. Is uw partij GroenLinks daarmee eens? Dat het op de lange baan is verschoven, ja, daar zijn we zelf niet tevreden over. Want we hebben altijd in de commissievergadering heb ik altijd erop aangedrongen, wanneer komt dat stuk nou over het mediadebat? Want dat vinden we wel zeer belangrijk om de mening van de Amsterdamse burgers te weten. Wat zij nou precies willen. Want het feit dat een bepaalde partij dus gaat praten met zijn achterban, dat zal wel, maar dat is nog niet de mening van de Amsterdammers. Dus wij willen graag dat boven tafel komt. En nou, de CNN wordt dus nu gebruikt door de wethoudster als een soort, ja, we zijn nog over CNN bezig. Daarmee lijkt het alsof de mediadiscussie over CNN gaat. Ja. En jij merkt op dat je vindt dat dat niet zo moet zijn. Ja, dat vinden we ook zorgelijk. Dat puur gaat om behoud van CNN ineens. Of ik moet eigenlijk zeggen terugkeer van CNN. Omdat dat nou in het pakket al zat. Kijk, als CNN besluit om niet meer die dienstverlening te willen doen, en daarentegen willen ze ook niet in een pluspakketvoorziening, dan denk ik van ja, dat zijn commerciële lui en dat is hun vrijwillige beslissing. Wij gaan erover hebben, wat willen we nou, wat moet er nou in een basispakket? Wat willen de Amsterdammers en wat willen de Amsterdammers daarvoor betalen? Maar als we nu gaan zeggen van we willen behoud van CNN en verhogingen van oftewel aanpassingen van de tarieven is mogelijk, ja, dan is het hek van de dam. Dan wed ik erop. U komt uit de vakbondswereld. U weet hoe u moet onderhandelen. En tijdens het debat vanmorgen zei u, dit is een domme onderhandelingstechniek. Ik vind het uitermate onhandige manier om een onderhandeling in te gaan. Ik bedoel, je gaat niet al je troeven weggeven. Alles wat je al hebt, ga je niet weggeven. Ik bedoel, dat is tegen mijn tradities in en dat is tegen mijn beginselen in. Een goede onderhandeling betekent vasthouden wat je hebt en daar waar je ruimte in zit, uiteraard bewegen naar de andere. En het is niet zo dat we een hele rigide manier van opereren willen. Integendeel, er moet wel een flexibiliteit zijn, maar die flexibiliteit moet recht doen aan wat de Amsterdammers willen. En dat is het eerste wat wij willen. Nog één politieke vraag. U bent van GroenLinks, u maakt deel uit van het college. Toch zei u vanmorgen, wij zijn tegen dit voorstel voor het debat en onderhandelingen. Daarmee is er een breuk in de coalitie over dit onderwerp. Nou, ik heb de wethouder nog een keer goed doorgevraagd van hoe gaat het nou gebeuren. Het moet niet zo zijn dat we eerst gaan onderhandelen, eerst dus onderhandelen met A2000 en vervolgens het debat gaan doen. Ze heeft, dat staat nog niet in het stuk, maar ze heeft wel gezegd dat zij het contract
de overeenkomst van de gemeente A2000 ook als basis beschouwt. Dat is de kader waarin ze gaat opereren. En ze zegt dat ze verkenning wil. En ik, toch een soort concessie dus van haar? Daar lijkt het op. En wat dat betreft ben ik blij met haar toezegging nog eens van dat ze binnen de overeenkomst gaat opereren. Dat is voor ons wel heel erg essentieel. Dank u wel, mevrouw Oosten. Graag gedaan.